Een interessante uitbreiding voor Zotero is een plugin die toelaat om meer te doen met PDF-files. Bijvoorbeeld PDF's rechtstreeks importeren in Zotero of gaan zoeken in je PDF-bibliotheek. Daartoe gaan we een plugin downloaden bij Zotfile. En u ziet hier op zotfile.com vindt u deze plugins met wat uitleg erbij en ook de verschillende installatieprocedures voor Zotero 4 en 5. Ik toon het hier voor Zotero 5, waar ik de plugin eerst ga downloaden. En ik ga die hier in een foldertje zetten waar ik straks ook wat verder ga werken. Dus ik plaats dat hier. En dan hebben we dus deze file gedownload. Hoe installeren we die nu? Wel, we kunnen bij onze opties, add-ons, gaan we hier bij plugins, kunnen we bij onze settings, dat radertje dat je hier ziet, kan ik install add-on from file kiezen. En dan selecteer ik mijn Zotfile, in dit geval 5.0. En voor een 4.0 versie van Zotero ga je de aangepaste file downloaden. Ik open dat en ik installeer dat. Nu, eens geïnstalleerd, het kan zijn dat ik Zotero even verlaten en terug opstart. En ik ga dat voor de veiligheid. En dan ben ik zeker dat deze installatie gebeurd is. We verifiëren dan of we onze Zotfile hebben en we zien dat die nu in het menu is toegevoegd. En daar kan je een aantal preferences gaan aangeven, namelijk een folder waar hij automatisch kan gaan zoeken naar nieuwe downloads. We kunnen dat even gaan doen en ik ga deze folder selecteren. En ik ga dan ook een custom location kunnen opgeven waar de attachments kunnen worden opgeladen. Nu, in dit geval heb ik een specifieke folder gemaakt, dus ik kan dat zo laten. Maar je kan het ook zo bepalen dat hij de files bijvoorbeeld vanuit je download directory naar een nieuwe folder gaat moven. Er zijn nog andere settings rond renaming en dergelijke van files en wat geavanceerde settings waar hij bijvoorbeeld de PDF-JS gaat laden in je PDF's te kunnen zoeken. Dus we doen hier oké. Bij de voorkeur gaan we toch even verifiëren of we voor het zoeken de PDF-indexering hebben geïnstalleerd. Want dat is die PDF.js. Wanneer dat niet geïnstalleerd is, staat dat hier aangeduid. En dan moet je gewoon, dan ga je hier in plaats van naar update zoeken, ga je gewoon de installatie-instructies krijgen en kan je dat ook uitvoeren. Dus op dit ogenblik hebben wij Zotfile geïnstalleerd. Installeert en kunnen we het in gebruik nemen. Ik heb nu in mijn folder PDF's Digital Humanities een aantal gedownloade PDF's die ik via Google Scholar heb binnengetrokken, maar toen ik Zotero nog niet in gebruik genomen had. Dus dat zijn files die ik heb, die ik bijvoorbeeld van een docent zou kunnen gekregen hebben via Toledo, of die iemand me zou kunnen gemaild hebben, of die ik vanuit een gesloten website heb gedownload. En ik zou die nu willen integreren in mijn mapje Digital Humanities dat ik hier in Zotero heb gemaakt. Nu, we kunnen dat doen door zo'n file te slepen naar Zotero. En ik zal er zo een paar hier aan toevoegen. En nu zien we hier dat er een tekentje is verschenen bij die PDF, dat die
automatisch geïndexeerd is. Wanneer daar nee staat, dan druk je gewoon op item opnieuw indexeren en dan zal dat ook weer gebeuren. En dat betekent dat ik nu ook in die PDF kan zoeken. Maar we kunnen ook proberen om de metadata van deze PDF's op te halen. En we gaan dat eventjes bekijken of dat mogelijk is voor deze teksten. Het is niet altijd mogelijk, maar ik ga hier dus rechtermuisknop metadata ophalen voor PDF. En hij heeft dat gevonden. En nu zie je dat u wel degelijk alle metadata meteen hebt. En hij heeft dat gevonden via Google Scholar. Dus hij doet al dat werk voor u. We kunnen eens zien of dat voor deze titel ook lukt. En op die manier hebben we op een eenvoudige manier rechtstreeks vanuit onze eigen harde schijf een aantal PDF's toegevoegd. En ik kan dus een PDF-bibliotheek op mijn PC organiseren, beheren en ook gebruiken in Zotero. Wanneer ik nu ga zoeken op een term die niet in de titel staat of niet in de metadata, maar wel in de PDF zelf, dan vindt hij dat automatisch. Hè. Dus hier in dit document weet ik nu dat het woord museum voorkomt en dus kan ik dat daar gaan opzoeken. Dus ik kan naar het document gaan en het woord museum zoeken en dat gaat hier voorkomen. Dus dat is alvast een interessante mogelijkheid. Je zal zien dat je bij de Zotero preferences ook als je op een tablet, een iPad of een Android-tablet of je phone een PDF-annotatie-applicatie gebruikt, hè, om in PDF's notas te maken, dan kan je Zotfile gebruiken om die annotaties uit die PDF's te gaan halen en die annotaties daaruit te halen. Dus dat zijn allemaal extra mogelijkheden die je dan zal hebben. Oké, tot zover het installeren van die Zotfile en het elementaire gebruik daarvan.